Harry en Jerina renoveerden in Kortrijk een huis voor het VTM-programma Huisgemaakt. In de hoop dat ze uiteindelijk het huis mochten houden, staken ze hun hart en ziel in de woning. Helaas grepen ze er net naast en gingen Ruben en Antje met de hoofdprijs lopen. Harry en Jerina waren wel enorm geliefd bij de kijkers. Die hadden zelfs zoveel medelijden met het koppel dat er zelfs een crowdfunding werd opgestart. Zo zouden ze dan toch hun eigen gerenoveerde woning kunnen kopen. De actie bracht op korte tijd zelfs 12.000 euro op. Maar toch besloten de twee om een andere woning in Kortrijk te kopen. Eén dat beter geschikt was voor een gezin met twee kinderen. Intussen staat het Huisgemaakt huis nog altijd te koop. Opvallend is dat er aan de gevel een bordje met de te koop staat, maar online is niets te vinden. En daar zegt de makelaar het volgende over. De woning was niet klaar voor verkoop en wij willen onze naam niet verbinden aan een woning die niet af is. Volgens de man is het pand momenteel onverkoopbaar, door onder andere een lek in de badkamer en de onafgewerkte keuken. Ook was de elektriciteit niet in orde en moest er opnieuw geschilderd worden. Dat doet dus vermoeden dat Harry en Jerina misschien toch niet zo'n handige klussers zijn, die ze lieten uitschijnen op tv.